De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Kijk, dit is dus het origineel. Dit is de David van Michelangelo. Ja, staat in het museum in Florence. Koning David. Ja, ja, maar dan dus als jongeman. Wat een mooi lijf, zeg. Ja, dat mag je wel zeggen. Is het bloot ook, hè, voor die tijd bedoel ik? Ja, maar dat is de renaissance, hè. Ja, toen ging men terug naar de Griekse voorbeelden. Toen mocht naakt weer. Ja, maar later zijn ze toch weer van die vijgenbladen erop gaan plakken. Ja, toen ging men zich weer generen voor naakt. En dat duurt eigenlijk tot op de dag van vandaag. Dat weet hij toch veel, hè? Maar dat wil ik dus doorbreken, hè. En daarom ben ik dus bezig met een project om highlights uit de klassieke kunstgeschiedenis een eigen tijdsgezicht te geven. Ja, en dat heb ik dus met die David van Michelangelo. Heb ik dat gedaan? Nou, ik vind nou niet echt een verbetering, hoor. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het statement. Ja. Ja, op deze manier maak ik het werk van Michelangelo functioneel. Kijk, door de vervreemding die ontstaat, door de kop van Bas, geeft het werk een knipoog naar het hedendaagse. Ja, en daardoor wordt het toegankelijker voor de moderne mens. Ja, ja. Goedemorgen. Ja, en het mooie is dat het taboe op naakt, dat vooral ontstaan is in de Victoriaanse tijd, ja, dat wordt doorbroken. Naakt? Bloot. Ja, ik weet wel wat naakt is. Nou dan. Ja, wat is daar dan mee? Kijk eens hoe mooi. Jongen. Grandioos. Noem dat maar grandioos. Mensen hebben kleren aan, hoor. Ja, gelukkig wel. Anders kon ik mijn wasseretten wel sluiten. Ja, maar niet in de kunst. Nee, 28% van alle kunstuitingen heeft iets met naakt. Ja, dan zeg je er wat bij in de kunst. En in de bruine. Hm? Volgende week themanummer over pornografie. Wie ze moeder? Pornografie. Ja, er komt steeds meer voor. In Zweden bijvoorbeeld hebben ze het nou vrijgegeven, weet je niet? Ik bedoel, daar bij Hunnie in de Rijksdag, dat is bij Hunnie, dat is zeg maar de Tweede Kamer, zit bij Hunnie dus in Stockholm, hebben ze nou besloten dat pornografie niet langer een misdrijf meer is, en geen misdaad dus eigenlijk niet, en dat je er geen celstraf meer voor kan krijgen, hooguit een geldboete. Dat werd wel een keertje tijd. Waar hebben jullie het over? Pornografie. Pornografie? Ja, en dan zijn ze in Zweden natuurlijk veel verder in dan bij ons. Pornografie? Ja. Wat is dat dan? He? Weet u niet wat pornografie is, ome Jaap? Meneer Kooijman van jou. Weet u het echt niet? Nee, ik weet het echt niet, nee. En dat klinkt me allemaal weer behoorlijk modern in de oren, dus ik hoef het helemaal niet te weten. Kom op, stokvis. Nee, ik moet naar Zweden. Naar Zweden? Ja, voor een interview. Met wie? Met Lasse Bruin. Een Duitser? Nee, Italiaan. Ik word hier door gevaarlijke gekken omringd. Lasse Bruin? Ja, nou, dat is de koning van de porno. Dat is dus een Italiaan eigenlijk, maar in Italië kennen die natuurlijk geen kant uit met die paus. Dus in Zweden kan die zijn gang gaan. En daar ga jij nou naartoe? Mm-hmm. Ik ga zo naar 16 over. Vliegtuig naar Stockholm, vanavond weer terug. Interview met Lasse. En dan verschijn van de week in de Bruine. En denk jij dat jouw lezers op pornografie zitten te wachten dan? De mensen willen bloot, Nel. Ik raak de laatste tijd steeds meer lezers kwijt aan de chick en de candy. Ah, het gaat om de verkoop. Ja, nee. Ja. Nou ja, ook maar. Nee, Nel, eerlijk is eerlijk. Ik draag zo ook een steentje bij natuurlijk aan de emancipatie van het bloot. Ja, dat is precies waar ik ook mee bezig ben. Oh, zal ik dat ding van jou dan ook in de bruine zetten? Zeg, dit is geen pornografie, dit is kunst. Oh, vandaar dat ik er geen reet aan vind. Nou, ik wel hoor, Adrie. Dank je, lieverd. Kijk, en vandaag, dan begin ik hier aan. Dat is de Venus van Milo. Oh, toch niet met de kop van Bas, hè? Ja, daar ben ik nog niet helemaal uit. Hier zo.
Dus dat is een foto uit Blue Movie? Ja. Meegepikt uit de bioscoop. Zat achter glas natuurlijk, maar ik heb hem er stiekem achter vandaan gehaald. Hoe was het? Het was grandioos. Ik was natuurlijk met mijn hospita, nou, die was niet meer te houden. Ze zeggen, jij maar vast naar huis, ik pik de tweede voorstelling ook mee. Waar gaat het verhaal dan over? Nou, je hebt die Hugo Metzes, die heeft 5 jaar in de baaiers gezeten. En dan op proef komt hij vrij. En dan wordt hij gevolgd door zo'n vogel, zo'n reclasseringsambtenaar. En dan komt hij te wonen in de Bijlmermeer, zo'n moderne flat, weet je niet. Ze ziet er schitterend uit, krijg je ook altijd een beeld. En daar wonen alleen maar lekkere meiden. Jo. En daar gaat hij dan mee aan de gang. En dat krijg ik dan allemaal gewoon zomaar te zien? Alles, alles! Karel, dat is echt een film voor jou. Nou... Jij bent toch naturist? Goedemiddag. Adi, Jaap. Maar pornografie, dat is toch echt iets heel anders dan naturisme, hoor? Hey. Man, die film is baanbrekend. We zijn er weer. Hè? Pornografie. Niet goed dan? Tuurlijk niet. Oh? Hou ik mij er niet mee bezig. Nou, maar ik wel. Ik vind het toch wel een beetje oppervlakkig van je, hoor, Henk. Schijn nou toch uit, man. Natuurlijk, Hendrik. Daar heb Karel groot gelijk in. Hoezo? Nou, dat jij zo oppervlakkig bent. Kom allemaal uit Zweden, hoor. Het is een Nederlandse film. Wat? Blue Movie. Blue Movie? Eerste Nederlandse pornografische film. Pornografische film? Man, je weet geen eens wat het is. Oh, nee? Nee. Oh, nee? Nou, kom op dan. Weet je het zelf niet dan? Ik weet het wel. Nou dan, hè? Hoef ik het je toch niet meer te vertellen? Dat is waar. Oh. Als ik het weet, hoef je het mij niet meer te vertellen. Waarom vraag ik het me dan? Neem me niet kwalijk, Jaap. Oh. Hij weet het echt niet, hoor. Nee. Ik zal niet weten wat pornografie is, terwijl het komt allemaal uit Zweden. Hij denkt zeker dat het knekkenbreut is. Ja, lach maar, ja, lach maar. Maar wat jullie weten van pornografie, dat ben ik al lang vergeten. Nou, dan ben je een hoop kwijt. Krijg je dan gewoon alles te zien? Schijnt van wel, ja. En moet ik dan daarna gaan zitten kijken? Schijnt allemaal heel verantwoord te zijn. Die regisseur, die Wim Verstappen, die hebben het allemaal uitgelegd. Die zegt dat die film gaat over een genuanceerde en intelligente benadering van de seksualiteit. Oh? Ja, anders had hij hem nooit door de keuring gekregen. Zo, briefje voor Jaap. Hé, hey, ma. Hij is toch zeker wel voor boven de 18? Uiteraard. Goedenavond. Dag Jaap. Dag jongen. Nee, hè? Lekker gewerkt. Ja, ik wel, ja. Keihard gewerkt. Jij niet natuurlijk, jij bent alleen maar een dure verdreeds. Maar ik zou naar de film, Jaap. Eten staat op fornuis. Hé? Briefje ligt op tafel. Ik heb weer eens een vrouw. Kom gesloopt van mijn karwei, denk lekker eten samen met mijn echtgenote, ho maar. Jongen, 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 jongen. Wat is dat nou weer? Eten staat op het gas, lekker. Chili con carne, chili con carne. Het zal een keertje niet uit het buitenland komen. Ben om 1:50 weer thuis. Nu met ma naar het Lijnbaantheater, naar Blue Movie. Blue Movie. Dat is die film van Van den Berg. Het zal een fraaie vertoning wezen. Een pornografische film. Wat dat dan ook wezen mogen. Pornografie. 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 Fotografie, dat weet ik, dat is mijn foto's. Telegrafie, dat is met een telegraaf. Ja, niet die krant natuurlijk, maar met van die palen, met van die draden langs de wegen, weet je niet. En dat je dat hier intikken, dat ze het dan daar ontvangen. En dan kunnen ze daar lezen wat of dat je hier hebt geschreven. Dat is telegrafie, maar pornografie. Japio. Zo, Stokvis, was hij daar? Hey. Chili con carne, hè? Je hebt me vandaag weer lelijk in de steek gelaten, jongen. Dat vliegtuigvoer is niet tevreden. Meneer gaat naar Zweden en ik heb met de brommer.
huzarensalade uit de diepvries. Notabene de KLM. Vriendschapstokvis betekent voor jou geen ene moer meer. De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Nou, die plesman die draait zijn eigen om in zijn graf. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Interview was grandioos. Zal wel weer. Jolassen is echt zijn tijd ver vooruit, jongen. Het is echt de ongekroonde koning van de porno. Wat die allemaal andere, ja? Ik was er bij het set, ja. Maar op een gegeven moment drie tegelijk bezig, zeg hij. Ik heb er foto's gemaakt, man. Nou, ze zijn alle vechten van de week om de bruine. Op de set? Ja, op de filmset. Hij is de hele dag aan het draaien. En dan maakt hij dus pornografische films? Ja, drie in de week. En dat is dus gewoon met acteurs? Ja, nee, met actrices. Ik bedoel, ja, met acteurs, maar die gasten, daar kijken natuurlijk niet naar. Het gaat hem niet meiden. Ik heb wat dingen gezien, Jacobus. En op een gegeven moment komt er dus een ezel binnen, zeg hé. Dat beest balken, joh. Oh, dus het is eigenlijk een soortement natuurfilm? Ja. Ja, nee, inderdaad, puur natuur, ja, puur natuur. Aha. Enkel had ik dus zo'n stapel pornoboekjes bij me, dat ik voor Lasse meegekregen. En daar gaan die boekjes veel verder dan wat je hier kan krijgen natuurlijk. Kom ik terug op 16 over, zeg. Bij die douane pikken ze in die eikels. Gaan ze natuurlijk zelf zitten lezen. Papa, het eten is klaar. Debbie? Spaghetti bolognese. Kom erop. Ja, Piet, wat is pornografie? Kijk maar in het woordenboek. Een woordenboek. Natuurlijk. Het woordenboek. Pornografie. Pornografie. Het beschrijven of vertonen van seksuele handelingen met als doel de seksualiteit te prikkelen en te stimuleren. Mijn vrouw is naar een vieze film. Oh ja, het was me toch een film, joh. We hebben zo genoten. Ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Ja, was het mooi, ja? Op een gegeven moment, hè, staan die twee samen in de lift. Hij kent die meid niet eens. Zet hij de lift stil, zeg. Leuk. Al die mensen natuurlijk te wachten, monteur erbij, want ze denken dat hij stuk is. Nou, en dan zijn ze klaar en dan komen ze naar buiten. En dan doet zij nog even zo lekker zo dat jurkje dicht, weet je wel. En hoe die mensen dan kijken. Nel, wat zal jij genoten hebben? Wat denk je van ma? Die zit er nog. Die zegt, pak gelijk een tweede voorstelling mee. Leuk. Oh, jongen, en druk dat het was. We hebben zeker, nou, een half uur staan wachten voor we binnen konden. Er stond een rij, zou je niet geloven, tot aan de oude binnenweg. Zo. Nelly Kooijman, jij bent mijn vrouw niet meer. Oh. Hé? Jij bent naar een vieze film geweest. Nou, en? Een vrouw van mij gaat niet naar een vieze film. Ik ben boven de 18, hoor. Nel, je hebt me zwaar teleurgesteld. Jij hebt meegewerkt aan verloedering van de maatschappij. Dankzij jou gaat de beschaving regelrecht naar de ondergang. Je moest je schamen. En ik ben niet eens boos, Nel. Ik ben niet boos. Alleen verdrietig. Verdrietig wel, en dat is veel erger. En omdat ik geen oog dicht zou doen, nu zij vanavond naast me lag. Slaap jij op de bank? Oh. Wel te rusten. Kom maar lekker mee, hoor, Nel. Stokvis! Het had dan wel allemaal niks met natuurisme te maken, maar die film is wel, en Greet zei dat ook, maatschappijrelevant. Die maatschappelijk werken bijvoorbeeld, hoe heet die? Eens even kijken, dat is Helmut Woudenberg. Ja, nee, in de film.
Wat maakt dat nou uit? Nou, die plaatsen dat hele gebeuren toch in een sociologisch kader. Schijn nou toch uit, man. Het gaat toch gewoon om de seks. Ik kom zo meteen bij jou. Dit is Karel zijn mening, ja? Ja, en ook hoe die het speelde, hè? Dat hij echt met die Hugo Mester te doen had. Dat hij wou dat hij zou slagen in het leven. En dan laat zij er gewoon omkopen. Ja, dat vond ik ook wel een beetje vreemd, ja. Dat begrijp ik niet helemaal. Maar toch, alles bij elkaar, die flats, hè? Die Bijlmermeer, die gedachte die daarachter zit, dat we allemaal gelijk zijn. Dat we allemaal hetzelfde huis hebben, dat vond ik er toch heel sterk uitkomen, hoor. Ja, ja, maar je bent er dus niet opgewonden van? Nee. Ja, Greet wel, die heeft gelijk de tweede voorstelling ook meegepikt. Maar, ja, ik vond het toch veel meer een maatschappelijke vertelling. Een maatschappelijke vertelling? Hendrik, alsjeblieft. Ja, die zelfmoord toch ook? Is toch een duidelijk voorbeeld van hoe een mens de weg kwijt kan raken, hè? Die jongen die sprong zo van de galerij. Omdat hij hem niet meer omhoog kreeg. Ja, maar dat komt toch ergens door. Nee, ik vind dat die regisseur dat heel goed duidelijk heeft gemaakt, hoor. Dankjewel, Karel. Hendrik. Nou ja, wat ik zeg, het gaat bij mij echt om de seks. Die scène met die meid met dat lange haar. Kan je testen? Ja, nee, die andere... Ineveen. Ja, dat ken ik wel. Ja, met een lange zwarte haar. Ja. Maar in ieder geval die scène dat hij in die flat komt... Mm-hmm. En dan brengt zij eerst dat kind naar bed. Nou, dat vond ik het hoogtepunt van die film. Dat ze dat kind naar bed brengt? Nee, dat vond ik ook zo goed dat ze niet wou dat dat kind erbij was. Nee, dat hij dan bij haar aankomt en dat je ook echt ziet dat ze helemaal zit te genieten. Ja, 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 ja. En fijn dat feestje op een gegeven moment. Ja, die meiden die aan het dansen zijn met die clownsmaskers. Ja, dat vond ik wel aardig, maar die ene vond ik nogal dik, daar val ik niet zo op. Ja, maar die had wel zo'n raffia-rokje aan en dat duidt weer op een hele andere cultuur. Ja. En Henk, die groene opblaasbank, wat vond je daarvan? Groene opblaasbank? Ja, die krijg je op een gegeven moment toch zo in beeld? Helemaal niet gezien. Echt niet? Een groene opblaasbank? Van plastic. Echt waar? Anders kan je hem toch niet opblazen? Heel belangrijk detail. Juist omdat hij van plastic is, zegt de regisseur iets over de moderne wegwerpmaatschappij. Ja, ja. Ben ik hier nou zo zachtjes dan de enigste normale nog? Denk het wel, ja. Ben ik de enigste die ziet dat de beschaving naar de knoppen gaat? Misschien wel, ja. Jullie zijn gewoon een stelletje viezerikken. Ja, ja, we gaan al. We zullen je maar van onze aanwezigheid verlossen. Het is de verloedering ten top. Het fatsoen is zoek en dat jullie, die ik tot voorheen als mijn vrienden dacht te kennen beschouwen, daaraan meedoen, dat is de grootste klap die ik in mijn leven te verduren heb gekregen. Het spijt me, Jaap. En zet dat maar in het artikel van je, want daar staat er misschien ook nog iets verstandigs in. We kennen je, Kobus, want je hebt die film niet gezien. En als je hem gezien zou hebben, zou je heel anders lullen. Zo is dat. Deze jongen zal nooit naar een pornografische film gaan. Simon, had jij die foto al gezien? Zo. Ja, dat is... Dat is die Carrie Terfse. Ja, dat doet ze goed. Ja, ben gek. Ze heeft 4 jaar op de toneelschool gezeten. Nel, met mij. Ja, heel vervelend. Harmsen komt net naar me toe en dan moet ik vanavond overwerken.
ontzettende zin om er een gezellige avond van te maken. Hoeveel wat overwerken natuurlijk, je gaat elkaar missen. Dan ga je ontzettend naar elkaar verlangen, Nel. Hé? Ze kwam langs voor een borreltje. Het zijn er een paar te veel geworden. Hij is fijn. Kussen en deken ligt op de bank voor je. Jongen. Dat rusten, jongen. En dan speelt Kees Brussen, die speelt een professor in de biologie. En die heeft het al steeds over apen. Die vergelijkt hij met het menselijk gedrag. En hij is getrouwd met een veel jongere Duitse vrouw. En die komt natuurlijk een heleboel tekort bij die man. En die krijgt dan iets met Hugo Metzers. En dat heeft die vent al lang door, maar dat kan hem helemaal niet schelen. Jongen. Het is echt zo'n geweldige film, Bas. Je moet er echt naartoe, hoor. Nou, ik wacht liever op de homo-versie. Pink movie. Jongen. Hij is klaar. Laat zien. Jongen. Fantastisch. Tante Nel, je bent het helemaal. Ja, dat mocht ik willen. Goedemorgen. Kijk eens even, mensen. Het porno-nummer, jazeker. Film Blue Movie breekt alle records. Hier zo, foto erbij. Die heb ik gisteravond nog even gemaakt. Oh, buschauffeur Jaap Kooijman. Stond te trappelen om binnen te komen. Show.